I give a minion plus 1 plus 1. Aha. Speel ik gelijk op jou uit. Ah, nee, ding het. Hallo, hallo, hier is Avanatoo met een nieuwe Hearthstone video. En deze keer gaan we nog eens Tavern Brawl doen. Ik heb het niet gespeeld, dus ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Dus we zullen het zo direct zien. Oké. Okay. You never heard of the Year of the Raven? Well, there are a few things you should know. Oké. Okay. Oké. Okay. Blessing of the Raven. As the witch hood looms close, an enchanted raven appears in the tavern. Ik ga gewoon mezelf lezen zelf. Oké. Okay. Dus ik krijg gewoon een dik in de raaf kies welk. Oké. Okay, ik ga gewoon... Ik zit best met de mace, dus kies gewoon standaard mace. Als ik zie dat het niet goed gaat, dan kies ik altijd een andere reeks. Oké. Ik zit hier wel met die draad te spelen van mijn cocktail voor zich. Oké. Okay. Oké, okay, tegen een warrior. Oké. Okay. If you control a secret, deal 3 damage. Oh, hè. Ja, ga ik weer doen. Op hoop voor iets beters. Ik hoor eerst wat er staat. Each minion summons giant eater lifesteal. Ik heb zo al gezien. Happy New Year! Die kon ik spelen, dus gelijk de beurt weer. Happy New Year! Want hij antwoordt niet. Of zij. Wat? Wat gebeurt? Echt, wat doe je? Hoe is het gestil? Oké. Okay. Ik krijg hier een klein beetje van ogen uit. Waarom heb ik altijd stil? Ik vind dat zo irritant stil, hè? Een punt is dan, die gaan automatisch direct naar mijn dingen gaan. Naar mijn character gaan. Want ze kunnen mijn minions niet aanvallen.
Is het zo irritant als aluminium steel zijn? Pardon, sorry. Dat is ook voor mij. Oké. Soms is dat goed dat de mensen niet zo. Dat ze dan niet reageert, kijk ik ze weet gewoon direct en heeft hij niks gedaan. Hahaha. Het is wel een beetje cheaten, maar het is zijn eigen keuze als hij niet wilt reageren. Boom. Oh, te vroeg. Je hebt maar vier, hè? Oké, dan. Reageert niet, want je kunt ook zien aan zijn kaarten. Moest je een kaart lezen, dan zie je ook welke kaart het hem leest is. Ik had al zo'n vermoeden dat zoiets ging gebeuren. Victory, pack errands. Zo die ineens openen. Ah ja. Deze is van. Dat is een pak dat ik pas krijg in april. Oeh. We gaan blijkbaar twee packs openen. Kijk, en deze is mijn kaart achterkant. Ik vind dat. Dat is voor het einde van de Year of the Mammoth. Ik vind die eigenlijk wel nice. Mijn eerste kaart achterkant. Kaart weg. Secret. When a minion attacks you here instead of it. Oh, nice. Oeh. Oké, dus dat waren allemaal vrij basic kaarten. Op de eerste twee na, vind ik. De eerste twee vond ik best wel precies nog leuk. Kost nul, jee. Oké. Snipe. Mana addict. The fuck? Oké dan. Die kop ziet er vreemd uit. Oké, dan. Mid april. We gaan nog een keer daar weer een brouw proberen. Maar nu eens met een andere dik. Eerst de. Nee, de Hunter. Finding opponent. Sometimes weer een brouw is. May it come back again in the future. A worthy opponent. Oh.
Ik wil ook zo graag die Merlock. Oké. Sorry ervoor. Zijn 2-1-1 spiders. Ik doe jou en... jou doe ik weg. Nee, ik vervang ze. Ja, door echt veel betere kaarten, hè. Dat doen we nog een keer, want ik weet niet wat hij het daardoor kan zien. Het had zo goed is wie in turf. Thanks. Oké dan. Kun je ook echt wel spelen. Ja, Charles of hè? Oh, dat is overpowered. Maar het is zo stom van mij dat ik dat niet had gezien. En je hebt Wind Fury. Nice. En ik kan weer aan niks spelen. Nog beter. Maar die is ook een coole kaart, wel pick. De echte kant van die kaart ziet er gewoon cool uit. Ik ga het niet proberen in ding als. Oh, ik heb pijnus. Je wacht echt gewoon tot ik aanval. Moet dit helpen? Echt 4-2-4-3. Nu speel ik jou wel. Ik hoop dat hij jas. Oh, Rijksteel. Elke keer als ik met deze damage doe, heal ik mezelf. Escalada. Oké. Het is best wel waar ik damage op kan doen op jou. Op jou. Deze. Ik ga jou doen. Oh, je hebt nu ook poisonous. En elke damage dat het krijgt, hield het. Oh oh. Oh, charge. Ik wil een 9 mana hebben. Wat ga ik doen? Jou? Ja, ik weet het. Oh, ik heb nu Wind Fury. Nice. Nee, is zo. Alles heeft nu gewoon zo bra. Poisonous, als je zo ziet. En deze maakt niet killen. En dan krijg ik een 5-5 kaart eruit. Dus.
Only you can target these sweet spells. Handig. En denk voor deze twee te doen. Ik ga jou doen. Ah, je hebt charge gekregen. Ik ga zo doen. Intern. Ja, dat is wel dingetje zo. Omdat hij steel deed, zie je, dan weet ik dat niet. Dat is iets wat het meest nutteloos is, hè? Je hebt een town met steel, dus dat weet ik niet. Dat is dan zo iets op het meest nutteloze, hè? Wow, wacht, wat? Ik wil jou lezen. Whenever another minion is frozen, add a copy of it to your hand. Waarom heb je een S+2? Oké, random. Ik weet wat er. Ik ben vergeten wat de bananen waren. Ah, ik geef een minion +1/+1. Aha. Speel gelijk op jou uit. Ik ben zo. Ah nee, ding het. Zo. En zo. Wel played. Zo. En zo. Ja, dat was een mooie finale. Victory! 10 gold earned. En hierbij bedank ik jullie voor het kijken en tot de volgende episode. See you the next time.